Beste mensen, wat is de identiteit van een land waard als je meent zones in te moeten richten waar je eigen mensen niet langer welkom zijn? Wat is onderwijs waard als kinderen daar niet kennis maken met het leven zoals het zich voordoet in alle variaties? Wat zijn democratische verkiezingen waard als die willens en wetens over de rug van een minderheid worden uitgevochten? Wat is religie waard als haar vrijheid moet worden bevochten ten koste van de vrijheden en rechten van anderen? Wat is het gezag van de kerken als vindplaats van moraal waard als een bepaalde groep mensen bij voorbaat gecategoriseerd wordt als onnatuurlijk en een ongeordendheid? Wat is het vertrouwen in pastoren en herders waard als je in je eigen kerk, omdat je LHBTI-plusser bent, naar een conversiekliniek wordt gestuurd om daar in de vernieling te worden geholpen? Beste mensen, genoeg is genoeg. We zijn hier bij elkaar om dat nog eens hardop met kracht te zeggen. Genoeg is genoeg. En dat was natuurlijk al een poosje het geval. Al jarenlang zien we hoe in delen van Europa conservatieve politieke krachten en rechtsreligieuze organisaties willens en wetens de onwetendheid en de angst onder een deel van hun bevolking mobiliseren om een zogenaamde eigen identiteit te creëren, die slechts uit is op macht, politieke macht en ideologische macht. Dat geldt voor overheden in bepaalde landen, maar evengoed voor de kerken. We staan hier nu weer, omdat die ontwikkelingen een nieuwe fase in lijken te gaan. Waar het met alle schermutselingen van de afgelopen tijd en ernstiger, die we in de afgelopen jaren hebben gezien, tot nu toe vooral een kwestie leek van discours en van retoriek, daar lijken woorden nu omgezet te worden in actie. Ik vind het zeer verontrustend om te zien dat de Poolse Rooms-Katholieke Bisschoppenconferentie volhardt in haar conservatisme. En in haar notitie van 2 weken geleden genderidentiteit blijft reduceren tot een positie en tot een keuze. Dit conservatisme dat de ogen sluit voor de realiteit van duizenden is gewelddadig en schadelijk voor een gezonde lichamelijke, geestelijke en spirituele ontwikkeling van mensen. En lieve mensen, dit conservatisme heeft helemaal niets te maken met die mens naar Gods hart die 2000 jaar geleden diezelfde instituten van binnenuit afbrak om juist de mens voor het aangezicht van God weer in het vizier te krijgen. Het kan verkeren. En dat doet het nu. Nu in Polen de premier zo gemakkelijk en onnadenkend het voorstel van de Rooms-Katholieke bisschoppen omarmt om klinieken op te richten die homo's en lesbiennes kan helpen om naar hun natuurlijke geaardheid terug te keren. En transgender mensen kan ondersteunen om te leven met het bij hun geboorte toegekende gender. Onbegrijpelijk nu dat dat nu gebeurt in ditzelfde Europa waar zo duidelijk wordt gewezen op de schadelijke gevolgen van zogenaamde conversietherapie en die dan ook in steeds meer landen wordt verboden. Beste mensen, in deze strijd staan gelovigen niet tegenover ongelovigen, maar staan mensen, organisaties, kerken en regeringen die zoeken naar de vrijheid van een ieder om zichzelf te kunnen zijn en samen verantwoordelijkheid te dragen voor een samenleving waarin dit wordt gerealiseerd en gerespecteerd tegenover de grote bek van de macht, in welke hoedanigheid dan ook, die mensen klein wil houden in de naam van welke god dan ook of in de naam van welk zogenaamd nastrevenswaardige traditionele identiteit dan ook. Daarom staan wij hier samen zij aan zij om die overheden, kerken en organisaties die de gelijkwaardigheid en de gelijke behandeling van mensen wat waard is, om hen op te roepen, op te staan en van zich te laten horen. Henk, waar ben je? Daar ergens. Jij zult de rij van sprekers afsluiten als voorzitter van de Raad van Kerken in Amsterdam. Juist jouw stem hier te horen is van grote waarde. Ik hoop van harte dat de Raad van Kerken van Nederland, maar ook afzonderlijke kerken in hun internationale koepels, dat ook de Europese Conferentie van Kerken dit goede voorbeeld navolgt. Bisschop De Korte, gisteren nog aangeschreven door het werkverband van katholieke homopastores, wij horen graag van u. Het wordt echt de hoogste tijd om voorbij die eeuwige terughoudendheid rond dit onderwerp, de gevoeligheden rond de waardering van seksuele oriëntatie en genderidentiteit te zeggen tot hier en niet verder. Wij gaan bij de ontwikkelingen die we nu zien in Polen onvoorwaardelijk naast jullie staan. Genoeg is genoeg. De waardigheid van mensen is in het geding en dat is ook onze core business.
Beste mensen, de wal zal dit schip keren, vroeger of later, ik ben daarvan overtuigd. In 2017 liep ik met 120 deelnemers van de jaarlijkse conferentie van het Europees Forum van Christelijke LHBT-groepen in Gdansk tussen de 5000 betogers in de jaarlijkse Equality March mee. Ja, Gdansk is ver weg van de zogenaamde LHBT-vrije zones in Polen, maar ik zag daar meer dan een glimp van het Polen van morgen. Met een burgemeester die getuigde dat hij niet ondanks, maar dankzij zijn geloof vereerd was naast LHBTI-plussers te gaan staan. En met overtuiging zag ik de aanstaande verandering toen onlangs de conservatief zittende president Duda met slechts een kleine meerderheid de presidentsverkiezingen won. Wij staan hier niet vanuit West-Europa om onze manier van leven aan Oost-Europa op te leggen. We maken de stem van mensen overal hoorbaar die simpelweg willen leven naar hun talent om lief te hebben, om te leven naar de bestemming die hen is gegeven. En die stem wordt steeds luider. Dank voor jullie komst in het weer ondersteunen van die stem en dank voor jullie aandacht. Dankjewel, Billy.